Vrijdagmiddag kreeg de brandweer een melding van een brand in het farmaceutisch bedrijf Synton aan de Microweg in Nijmegen. Dit gebouw achter mij, daar worden medicijnen gemaakt. En daar is brand ontstaan tijdens werkzaamheden in een magazijn. Het was een grote brand qua omvang en daarbij is heel erg veel rook vrijgekomen. Het is voor de brandweer een complexe inzet, omdat ze moeilijk bij de brand konden komen. En daarnaast is het moeilijk te zien of ze de brand van alle kanten goed geblust hebben. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Hoe is de brand ontstaan? Vanmiddag hebben er werkzaamheden plaatsgevonden in een magazijn. Daar werden cool units geïnstalleerd. Op een gegeven moment is er geconstateerd dat de stroom van de cool units afgesprongen is. Op het moment dat die er weer opgezet is, heeft er een kleine ontploffing plaatsgevonden. Daarbij is rook vrijgekomen. Op dat moment is eigenlijk meteen ons automatische brandalarm in werking getreden en is de brand weer gealarmeerd. Ik kan je vertellen dat de koelunits leeg waren. Die werden dus geïnstalleerd. De geur die je rook had te maken met het feit dat er lege plastic tonnen bij in de buurt stonden. Als plastic warm wordt en begint te smelten, dan gaat het stinken. Dat is wat je ruikt. De reden dat er relatief veel brandweer is met name omdat er even specifieke kennis in gevlogen is vanuit de brandweer, omdat door de rookontwikkeling de pakken besmet zijn geraakt. En die moeten dan weer volgens hun protocol schoongemaakt worden. Hoe verliep de evacuatie? Ja, de BHV die heeft ervoor gezorgd dat alle mensen snel en veilig naar buiten zijn gegaan. Die stonden ook netjes op de verzamelplaats waar ze moesten zijn. En ze zijn van daaruit zijn ze gewoon allemaal naar huis of waar ze naartoe konden zijn ze naartoe gegaan. Nee, er zijn gelukkig door de goede ontruiming zijn er geen gewonden gevallen.